Vandaag ben ik een pretpark uitgestuurd. Ik, Mons Jubilee, ging met een GoPro de achtbaan in. Met een officieel harnas. Dat is de enigste legale manier hoe je mag filmen in een achtbaan. Nou kreeg ik nogal wat ruzie met bepaalde Duitsers. Dus Mons gang, geniet van de vlogstrijders. Heyo, mensen van Monsje. Welkom hier bij een gloednieuw banger van de vlog. Vandaag zijn wij in Duitsland. Ja. We zijn oprecht in Duitsland, dus ik moet even mijn stemtoon iets naar beneden aan. We zijn met de John Deere. We zijn met Romy Listek. Groen op groen. We zijn onderweg naar Move Park, dames en heren. En we gaan er 8 banen in. Natuurlijk ga ik weer gezeik krijgen met mijn GoPro. Dat mijn camera niet mee mag. Ik heb nu zo'n harnas mee, hè? Ja, had ik gezien. Dit is de Duitse Service. Paf dan, de Ninja. We gaan even wat vreten hier halen, omdat we nog even ontbijten moeten, überhaupt. Hallo, meneer. Huh? Soms lopen er zulke NPC's rond. Ja, ja. Curryworst, jongens. Ik ben Gret. Jij weet hoe dit heet. Hoe heet dat? Een krakeling. Ja, hoe heet zo'n Duits dingetje nou? Huh? Hoe heet dit ding? Dit is zo'n Duits iets. Een krakeling. Een krakeling? Nee, ik weet niet. Heeft een naam, maar ik ben het vergeten. Oh, ik heb het gevonden. Een Laugenbrezel. Een brezel, ja. Nou, jongens. Ik heb via dit ding betaald. Jullie kunnen één keer raden wat ik heb. Curryworst. Kijk eens aan. Als je in Duitsland bent, dan moet je een goede braadworst in je muil, of niet? Gewoon even lekker een goede curry. Nou, eten was lekker, maar dit ding, jongens. Zeg al mijn hele leven op de azen. Misschien nog binnenkort rondkrijgen met Monster Energy. Zijn ermee bezig, maar dat zou wel heel dik zijn. Dikke Harley Davidson hier allemaal. Pofferdom, dit is een mooi spul. Dan gaat Jordi, mijn maat van de supermotorgroep, gaan er helemaal jaloers op worden. Hey, Romy. Romy, weet je wie Jordi is? Dat is die vriend van mij die op steen lijkt. Het is weer tijd om met de John Deere te gaan. Oké, dames en heren, het is tijd om richting Park Movie. Dat is mijn fles. Ik heb smet vlees. Kijk eens aan, Audianus, Audianus, RS3, John Deere, Audianus. We zijn aangekomen in Park Movie. En dit ziet er wel nice uit. Ho, 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 ho. Wow, mee. Dat is Duitsland, dat is werkelijk fout, ja. Oké, we gaan door. Wow, ho, ho. Kind, ik wil dit bal ook. Ich auch. Waar heb je die van? Oh, Deutsch. Ich auch. Hoe hast du die bal gevonden? Ich auch. Dit vind ik nou weer helemaal vet. Een dikke Ford met een mitrailleur erop. Dit is best wel dik gemaakt. Ja, daar kan ik wel uren naar kijken. Igaal. Twizzle. Dit is zoveel. Ik wist dat dit fout ging zo gaan. Twizzle. Romy Twizzle. Al is het ochtends nog, dan kun je niet van me afpakken. Dat weet je. Oh jongens, dit is zo nat, hè. Niet normaal. Oh, ze zijn daar een knuffel aan het martelen. Dus dit schuim wat in een knuffel gaat. Heel vet. Ik zag een hoofdachting scène bij die knuffel verschijnen. Dat is niet gezond. Ik wil Romy nou alweer kwijt. God, mon nu. Zag je wat die met zijn knuffel... Zag je wat ze met die knuffel deden? Nee. Oh. Ja, kijk dan. They not playing. Kijk dat wol. She not playing with that knuffel. Kijk. Zag je wat die deed? Ah, daarom hou ik van Duitsers, goud, jongen. Waar de fuck is Romy nou weer? Ik ben nou alweer Romy kwijt. Waar? Oh, daar is die NPC. Oh, jongens, ik kom er nou achterna een hele dag lopen. Wat ik nog moet doen, hè? Dat mijn schoen gewoon een gat in zit, man. Ik kom gewoon door het kickstarten van mijn KTM. Gewoon een gat in mijn schoen, hè? En ik moet echt mijn paard nog helemaal doorlopen. Godbom. Let's go. Ja, ja, jongens. We gaan nu momenteel om deze. Dat wordt rennen. Ik kan me deze als enige in Movie Park nog herinneren. Ik was 7 toen ik hierheen ging. En dat is deze attractie van SpongeBob. De Ghost Chasers. Haha, dat wordt gekke shit hier, jongens. Ik hoop dat ik mijn vlogcamera mee mag. Waarschijnlijk niet, maar... Dick tuning. Hey, hun doen Escape the Matrix. Igaal. Igaal. Ja, dit ziet er nou weer heel debielig uit. Maar het moet wel in attractieparken. Dat je zeg maar zo'n retel ding op doet. Ziet dit er niet debiel uit? Ja, maar daarbij ook. Oké, dan heeft ze Loki wel gelijk. Welkom bij Extreme Rides. Vandaag gaan we attracties filmen. Ik ben zo blij dat ik mijn angst in het openbaar vloggen heb kunnen overwinnen. Omdat echt in zo'n rij als je aan het vloggen bent, en dat is de moeilijkste van het hele vloggen. Om gewoon scheid te hebben als er 100 mensen naar je kijken als je tegen een camera aan het praten bent. Je kunt beter een harde boer laten dan dat je tegen een camera praat. Het is tijd om de SpongeBob auto in te gaan. Nou, deze SpongeBob-attractie was leuk, maar ook heftig hoor. Ik had hem niet zo heftig verwacht. Gewoon, ik word bijna overgereden. Dit is gewoon een rijdend publiek. Met de
tuning. Ik voel het aan mijn water. Ik ga vandaag ruzie krijgen met een Duitser. En net zoals die GoPro, die mag ik mee. Maar ik zei mijn camera en ja, ik zie het wel. Anders gooi ik een Duitse curryworst op hem. Ah, jongens, kijk deze attractie. Dit is Time Rise. Kijk hoe lijf dit er allemaal uitziet hier. Ik vind sowieso al die attracties 9 van de 10 ziet er van de buitenkant al super dik uit. Hier heb je weer zo'n Mad Max auto. Ik vind het zo lijf, hè. Zulke auto's helemaal omgevormd met een gun erop. Ja, dames en heren. Dit is de volgende attractie. En dit is zo'n nare attractie. Daar ga je in zitten. En dat gaat dan helemaal rond en daar nog rond. Ja, dat is een al bouwtje, hoor. Kijk, dit bedoel ik. Zelfs de binnenkant is gewoon helemaal getuned. Oh, kijk dan. Dit is toch misselijkmakend. Zo, hey. Niet normaal gek. Ja, bro, hier gaan we in. Ik weet alleen niet hoe ik dit ga filmen met mijn GoPro. Kijk dan. Jongens, besef dat ik met deze camera en de booster alles ben geweest. Dat is die lange arm in de kermisattractie. Maar je mag dan nooit in pretpark, want er zijn weer te strenge regels. Dat snap ik ook wel. Maar dit is wel een lijp hoor. Het is tijd. Ik zie wel hoe ver ik kom met mijn vlogcamera, anders moet ik hem innemen. Echt hinderlijk. Ik had zelfs mijn harness nog om. Vlogcamera oké. Ik dacht, ja, dan doe ik hem weg. Maar dit mag gewoon in attractieparken. Nou, mocht niet. Daar ga ik geen probleem van maken. Maar het is wel jammer, want ik wil content voor jullie natuurlijk online kunnen zetten. Maar hij zei dat ik naar de balie moest en dat ik me dan moest opschrijven als creator. En dat ik dan een... Ga je dat doen dan? Nee, ik ben geen influencer. Ga je dat doen? Ik niet. Eigenlijk mag ik hier iets doen. Kom. Oh, deze bank die jullie daar zien, dat is een heftige. Die gaat hoog. Oh, hier gaan ze. Oh, die gaat hard. Zo, bro, die boom gaat hard. Oh, jongens, kijk deze snoepjes allemaal. Welkom bij diabetes. Dat is niet gezond, hoor. En kijk deze zure mat hier. Kijk dit. Oh, joh, je ziet het suiker er gewoon op liggen. Dat is niet normaal. We hebben hier allemaal aardbeien. Hier hebben we stenen. Volgens mij zijn het chocoladestenen. Spek hebben we hier. Ik kan het precies niet meer aan. Oh. Niet aanzitten met de stoel. Vandaag mogen Doran en Romy snoepjes uitkiezen. Ze weten nog niet precies welke snoepjes ze willen. Daarom gaan ze de hele winkel langs om te kijken welke snoepjes ze mee gaan nemen. Nee. Nee, die is niet lekker. De snoepjes die ze uitgekozen hebben vinden ze super lekker. Kauwgom. Zijn gescamd. We gaan de gouden steen proberen. Oh, die is wel lekker. Ze zagen er zo mooi uit aan de buitenkant. We gaan die bank in, zoals je achter mij ziet. Als ik hier word weggestuurd, dan kan ik precies niet meer aan. Telefoon even hier neerzetten. GoPro in de bank en pak op. Ik word nou weer weggestuurd. Die Duitsers zijn boos. Oké, we gaan zien of we worden weggestuurd. Ik denk het wel. 100. Het zijn Duitsers. Meestal kan ik het goed vinden met Duitsers, maar met pretparken denk ik niet dat het mag. Nu heb ik mijn beugel naar beneden en kan ik het niet meer omhoog krijgen. Dus nou zit ik vast. Dan drukken we hem gelijk helemaal aan. Let's go. Hallo. Hallo. Goedendag. Goedendag. Mag maar die beugel op. Ik kan einmal mit. Oké. Okay. Das heißt, Pano, es ist nicht erlaubt, deswegen ja, auch das nicht. Holy fuck, deze ging echt tering hard. Ik heb gebungyjumped, alleen ik vond deze bijna oprecht even eng als dat bungyjump in Kroatië. Duitsland! Ik vond het allemaal een beetje dubbel. Hij had de hele security erbij gehaald, terwijl hij gewoon kon zeggen van ja, lever hem gewoon in. Ik had bij de servicebalie nog gevraagd van ja, mag het? Ze hadden mijn naam opgeschreven, dus ik denk, mag dan wel. Maar helemaal de manager erbij halen. Jongens, ik wilde al de hele tijd zo'n bal... Nou, eigenlijk wil dit mormel dat hebben. Wat je dus moet doen, is je moet er dus zo'n bal hier dus inschieten. En dan krijg je zo'n tilbal. Ik ben gescand. Hou je mond. Niet lachen. En een kleine jongetje van 6 had toen wel gekozen. Ja, hou maar op, ja. Zij zei, als je het erin gooit recht, dan bounce je terug. Als je van boven naar... Stomme. Echt milf. En deze tol is de volgende waar ik waarschijnlijk weer geen GoPro mee mag nemen. Ik kan er ook de hele dag mee zitten met de tilbal, hè, dat ik die niet heb gewonnen. Dit ding wordt aangedreven door dat wiel daar. Kijk dan, het draait helemaal rond. En natuurlijk word ik weer door die lookalike schnitzel Duitser weer weggestuurd. Hey guys, peace. Yo, peace out. Besef van de constructie dit hout moet zijn. Dat is echt... En als dat dan in de... Ja, dat is sowieso geïmpregneerd hout, dat het niet in de fik vliegt. Maar stel het zou in de fik vliegen.
Monster for the rescue. Oh jongens, kijk hoe lekker dit is. Ik word er helemaal nat van. Jij niet? Nee. Ik wist de naam niet van de pannenkoek in Duitsland. Ik zei pannenkoek of zoiets. Maar dat zijn creeps. Krebs. Krebs. Wijf toe krebs. Wijf toe krebs. Oh, kijk dan. Hoe kan zij zo smooth dit maken? Als ik een pannenkoek maak, dan gaat het in vier sneeën eraf. Heb jij ook, of niet? Oh, zo satisfying. Mijn lens bestaat ervan. Oh, dank kusje. Vielen dank. Tjus. Oh, ik moet nog betalen. Ja, klopt. Oh, ja, ja. Ik kan hier ook een pasmon van halen. Oké, okay, tjoen. Ja. Ik krijg een pannenkoek, alleen is oneetbaar. Klopt, nog nu lekker. Ik snap niet dat je die crepes lekker vindt. Bro, ik vind dit heaven, Nutella pannenkoek. Maar ik word er helemaal nat van. Hoe kun je dat niet lekker vinden? Wauw, wat een mooi uitzicht, hè. Guten Auzi. Deutschland. Deutschland. U. Mooi. Curricu. Mensen beginnen automatisch een NPC te worden als een dode mouw gesprek hebben. Oh, dit lijkt op jouw satisfier. Op jouw scheerapparaat. Scheerapparaat. Oh, satisfier. Ronde nummer 2. Hopen dat deze nu wel mee mag. Het is moeilijk. Nou, dat was attractie Star Trek. Ik vind het echt jammer dat ik niks mag filmen. Ik kan er niks tegen doen. Als ik het stiekem doe, ik heb het één keer stiekem gedaan. Ik moest gelijk weer verwijderen dat ik mijn telefoon pakte. Maar sommige beugels die zitten dan zo. Dus zoals bij een booster. Ja, dat kan. Maar sommige beugels zitten hier. Ja, dan is het onmogelijk om een telly te pakken. Dat is echt heel moeilijk. Jongens, jullie geloven nooit hoeveel zo'n klein pakje Capri Sun hier kost. 4 euro voor Capri Sun. Sun Capri, dat is toch niet normaal? Ja, jij zou het nog halen. Ja. En een foto voor Snappy. Jongens, als je deze knuffel, ik ben even in een snoepwinkel ingegaan, maar als je deze knuffels als koekjes en donuts hebt, dan krijg je toch gewoon standaard honger van. Ziet er wel zo fluffy uit. Oh, deze ook, jongen. Hey, Romy, zou ik deze voor Floris meenemen? Dat kun je niet zeggen. Oh, Romy is net zo erg als mij. Er zit hier een gat in de hemmen. Ik hoor een crossmotor. Daar vandaan komen. Er is zo'n show bezig. Ik ook, bababab, ming ming. Nou jongens, nou zie ik eindelijk een leuk knuffeltje. Nou, ik denk zo'n creeper is leuk. Ik durf niet te kijken hoe duur zo'n dingetje is. Maar we gaan even bekijken. Hoe duur denk je? Hoe duur denk je dat deze is? 15 of 20 euro. Hè? We gaan eens kijken. 20 euro. 20 euro voor de dingen. Niet normaal. Oh jongens, dit is zo lekker. Dit neem ik bijna elke keer. Dit is een glazuurappel. Oh, dat vind ik zo lekker. Oh jongens, moet je eens kijken. Dit is een bioscoop met Tom en Jerry. Oh, god non. Met een bril voor 4D. Yeah. We hebben ons 4D-bril op. En dat betekent 4D-actie. Met Jerry en Tom. Ja, nee, ik weet het niet. Nou, dat was de film. Dit ding is niks vergeleken met mijn vlogcamera. Weet je wat grappig was bij deze film? Dit was 4DX. Maar als hier iemand springt, dan gaan die stoelen ook bewegen. Dit heeft een reactietijd van 10 werkdagen. Dus daar beweegt iets en die stoelen 10 seconden later, kadoem. Hatsenflatsen doen die er weer in. Jongens, ik heb het glazuur gevonden waar ze die rode appels mee maken. En dit zijn nootjes. Ook heel lekker. Het is echt vet hoe dat gemaakt is. Oké, jongens, ik wil Romy één keer laten vloggen. Kijk of ze dat durft in het openbaar. Ze zegt elke keer, durf ik wel. Hallo, today. Hallo mensen, welkom bij RomyTube Vlogs. Vandaag gaan we laten zien hoe je kan poepen zonder je kringspier te gebruiken. Romy legt het uit. Wil je dit? Wil je dit ook? Oké, dames en heren, het is weer tijd om deze bank in te gaan. Camera niet mee, maar ik ga hem wel neerzetten. Yeah, let's go. Godverdomme voor mijn plek ingenomen. Tjoedee. Oh jongens, dat was echt insane. Ik heb gebungeejumpt in Kroatië, maar dit blijft eng, jongen. Dit blijft oprecht zo raar voor in je buigers naar beneden gaan. Maar wel dikke tune in. Kijk eens aan, Area 51. Dames en heren, we gaan Movie Park nu uit, want we hebben alle attracties al een beetje gehad ongeveer. Alleen eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit zo'n duur attractiepark gezien. Nee, maar qua eten en al, is de Efteling duurder? Dit is niet normaal hier. Voor een braadworst betaal je hier 15 euro. Ja, niet normaal. Nou, vond je het leuk? Ja. Hoor je die Jurassic Park op de achtergrond? Ja. Duitsland! Hollanda. Monster Tube! Oké, search it up. Monster? Een tube van YouTube, de tube. Way! Wat? Dit is reclame! Mooi!
Subscribe, hè? Oh, hij moet inloggen. Toch echt erg. Het eerste woord wat ze kennen. Gelijk ziekte. Zijn wij Nederlanders zo erg? Ik weet niet waar je weet. Ja. Ja, oké, we schelden wel veel in Nederland. Volgens mij zijn we ook het enige land dat echt met ziekte scheldt. Maar zo erg wel, omdat dit precies weer in Nederland is. Ja, dat is natuurlijk niet om te lachen, want ik heb het ook in mijn familie veel. Maar het is gelijk het eerste woord, ja. Ik denk als je zo kijkt, mijn auto is weggesleept. En dan kijk ik hier een beetje erin, dan zie je die groene kikker ineens staan. groene kikker. Baby girl, I miss you. Westerd! Hoe erg is het dat die jongens vroegen van, doe je YouTube waar of waar? Zeg maar, zei het bij YouTuber, ik zei nee, OnlyFans voor de grap. En dan zoeken ze mijn YouTube op en dan komt er een OnlyFans model. Als reclame. Dat zag je niet, maar dat stond er. Ik ben al een half uur aan het rijden door de pretpark om de uitgang te vinden. Waar is die verdamde uitgang? Waar is toch wat die uitgang is, ja? Dat is werkelijk verrokt, ja? Eén vinger, dan doe je me altijd zoveel pijn mee. Je bent zo lomp. Ik ben niet lomp, ik ben monster tube. Nee, dat zegt al genoeg. Oh, maar jij bent de Karen. Dat is meestal lang hier, hoor. Dank je, schön. Ik weet niet wat die zijn, maar... En het blijft Duitsland en dat betekent 200 km per uur. Duitse autobahn, ja. Nou, ik moet zeggen, ik rijd nooit liever 200, want ja, het is... Hoe hard je ook mag gaan, het rijdt niet fijn of zo, om het zo te noemen. En ik moet meedenken aan de medepassagier. Dat ben ik. Nee, dat is de kinderen die in de kelder zitten bij mij. Deutsche Autobahn, 99 Luftballons. Zegerlicht van ik met 99 Luftballons. 200 km per uur op de Deutsche Autobahn, ja. Werkelijk verhoogd, ja. Das ist deutsche Qualität, ja. Wir haben eine Bratwurst gegessen und wir haben einen schönen Milch gesehen, ja. Bedreiging. Wat? Ik ga niet naar Split. Ik ga niet naar Split. Oké. Dit is Robin eerst boos. Ik ben niet boos. Ik geef alleen een waarschuwing. Oké, dames en heren. Sweet home Alabama. Hallo. You're going home or... Going to gym. Then I help pizza for you. Yes. Then we going to watch... And pizza for yourself. Don't lie. Samen. Ja, for me and you too. Yeah, me. And then we going to watch Ice Age 1. Hij doet het niet meer, Mimi. Hij doet het wel. Moet je met liefde doen. Zie je? Voilà! Ja! Achoo! Ja, niet meer! Voldemort! Laat mij je neus doen. Mensen, ik ben over 2 dagen laat ik blauwe plek op TikTok zien. Mijn auto be like... Nou, de John Deere, die staat weer geparkeerd. Moet je eens nagaan als ik hier sta, vergeleken met als ik hier sta. Dan is dat gedeelte gewoon helemaal groen geworden. En als ik weer hier sta, is het weer helemaal bruin metallic. En hier is het weer helemaal geel groen. Het is ook lachen dat mijn wrap qua temperatuur verandert. Als het regent, wordt hij helemaal mintblauw dus, zeg maar. Door al die kristalletjes hier. En als je ook heel dichtbij kijkt, dan zie je Monster Tube. A.K. Monster Mongol. Jongens, de Zip H2O. Ik ben even net de garage ingekomen en ik krijg een bericht binnen. Van de nieuwe kappen voor de Zip H2O. Nou, het is geen Fortnite Galaxy skins zoals de Aerox en de Monster Zip die we hebben geairbrushed. Ja, hier komt hij. 3, 2, 1. Voilà. On progress. Oh, moet je eens kijken hoe nice die flakes eruit zien. Bro, dit is insane, jongens. Wat wij hebben is carbon fiber flakes, hè. Oh, dat gaat er zo dik uitzien op dit. Gast, dat is insane. We hebben gewoon alles. We zijn dus de eerste in Nederland die alles carbon fiber flakes gaan hebben. Sommige mensen hebben alleen een bougiekap, sommige alleen een runnerspiegel. Wij hebben de complete kappen set, tot aan een uitlaat zelfs toe. Dan denken jullie, hoe kan je een uitlaat carbon maken? Hitteschild. Ja, zelfs dat wordt carbon. Dat is niet normaal. Het heeft wel echt bijna een jaar geduurd om al die kappen terug te krijgen hier in Nederland. Nou, binnenkort is het er, want het komt allemaal uit Indonesië. Maar dan hebben we ook wel echt de ziekste tuning. Dus jongens, dat wordt echt insane. Hé, hey, zwart wolfje van me. Een boogie. Een boogie. Dolan. Eén keer. Vandaag ook in Moose Park. Ik heb niet op de vlog, maar Dolan. Komt door jou. Moose wil niet op Dolan. Ik heb een eerste vraag. Dolan. Mama, je gaat toch niet zeggen dat je nu bij de politie bent, hè? Met al mijn opgevoerde brommers. Wat is dit? Nee. Politiepetje. Wat is dit?
Oké, jongens. We gaan wat illegaals doen. Namelijk, we gaan even met de pitbike Floors uitlaten. Ik doe dit best wel vaak. Je mag niet met dat ding de weg op. Deze wel, die heeft een kenteken. In hoeverre die de straat legaal is. Maar hij heeft een kenteken. Dit ding is gewoon puur een crossmotor. Ja, een pitbike eigenlijk. Zonder plaat. Nou, Monster Tube is de plaat. En wat ik soms wel eens doe in de zomer, is Floors uitlaten met de pitbike. Maar ja, we zitten hier toch op boerenland, dus het kan wel gewoon niet. Als je nou een stad in gaat, oké, maar we zitten hier op land, dus het is wel het kernbos, dus we moeten oppassen. En dames en heren, wat ik dan lekker ga doen is met Floris crossen. Natuurlijk niet erop, maar hij gaat lekker altijd rennen. Kijken of ik een stukje kan rijden met hier. Mijn pitbike is kapot. Hij geeft me geen elektrische start meer. Nou, niet gelijk kapot, maar overdrijven is ook weer een vak. Kill switch on. Hoor je dat? Nee. Hij connect niet, hij vonkt niet. Tuning. Bye bye. Moertje nummer 1. Moertje nummer 2. En moertje nummer 3. Ja, Piel. Wat is er nou weer? Moertje nummer 5, 4, ik weet niet. En moertje nummer 18 of zo. En als het goed is, ratse plats, kan de zadel eraf, top. Ga je er nou mee in? Zit hier nou godverdomme niet de accu? Blijkbaar zit hier weer geen accu. Ja, Piel, top. Dames en heren, we zijn bij Sven weer aangekomen bij de Milver Gang. En kijk eens aan, we hebben even lekkere pizza, want wat gaat er vanavond gebeuren? We gaan Ice Age 1 kijken. We gaan even de OG Ice Age. En dan komt puur door Movie Park. Ik hoorde een Ice Age muziekje, dus ik wil weer Ice Age kijken. Romy heeft ook een goede pizza te pakken. Ik heb, waar heb ik erop? Eentje met kip. Ook lekker. Hoi. Top. Doei. Dus dames en heren, ik zou zeggen, grab je ziekste merchandise op monstu.nl en niet.com. Met douche, anders kom je mee naar een andere site. En dan zie ik jullie als strijders in de volgende video. Bye bye.